Ja. Goedemorgen, we beginnen gelijk al. Goed, het is vroeg, hebben we er een beetje zin in? Ja, zeker. Hij zit hier al de groepjes mannen samenklont, hè? We gaan een voetbaltrip en wij mogen ook. Ja, Bas, ready. Ready for the departure, hè? Ready for take. Wat is het eerste wat we gaan doen zo meteen in Madrid? Koffietje op de Plaza Mayor. Daar proef je de sfeer wel het beste. Ja, en we hebben maar twee dagen, dus we moeten er alles uithalen. Alles uithalen. Alles eruit halen wat erin zit. Ja. Helemaal uitgeslapen, of niet? Ja, Basie, we zitten in de taxi. Altijd verstandig, hè? Begin je voetbaltripje met een praatje met de taxichauffeur. Wat gaan we vragen zo, die taxichauffeur? Wat wil je weten? Mooi sfeer voor een pleintje. Kroegje om vanavond lekker voetbal te kijken. Vanavond zaterdagavond, morgen de wedstrijddag. En dat zonnetje een beetje het werk laten doen, hè? Dat komt wel mooi door, zie je? Ja. Nou ben jij het zonnetje in huis natuurlijk. En buitenshuis, het komt helemaal goed. Dankjewel. Hey Bassie, ik weet eigenlijk vrij weinig van Madrid. Ja. Ben jij een beetje een goede reisgids? Jawel. Ik ben anderhalf jaar geleden nog geweest met de vriendengroep. Nou ja, precies zoals je een voetbaltrip voorstelt. Wat wil je drinken? Bier! Je hebt prachtige pleintjes hier, heel sfeervol centrum. Ik vind het best wel majestueus. Ja, het heeft wel allure. Ja, geit voelt hij zich thuis? Ja. Ja, die gaat hier wel van Inneke. Is die Inneke? Ik weet niet wat de geit doet. Hier in het centrum van Madrid, een stukje heilige voetbalgrond. Dit is de Cibeles. Hier viert Real Madrid het winnen van de grote titels. Eigenlijk een traditie die in midden jaren 80 is ontstaan. Dat is weer een periode van dominantie in het Spaanse voetbal. Ze gingen hier hun titels vieren. De rotonde werd dan afgezet. Overal supporters. En de selectie van Real Madrid meldde zich aan het einde van een tocht door het centrum. Meldde zich hier de captain. Beklom het standbeeld en hing een sjaaltje van de club om de nek van de godin. Om maar te laten zien wie hier de baas is. El jefe. Dat is tijd ingestoken, hè? Dat gaan wij ook doen, hè? Zo. Geen currybroodje, hè? Nee. Calamares, hè? Lekker. Het centrum van Madrid. Wat hier te doen is? Ja. Heerlijk op zaterdagochtend, zondagochtend. Hier lekker je koffie drinken. Of een van de sfeervolle zijstraatjes. Als je iets budgetvriendelijker van je cappuccino wil nippen. Ja, je vindt het te toeristisch. Nou, ik zie er wel een beetje lonken naar die pakken. Laat ik op de foto te gaan. Wil je dat? Ja, ik ben er misschien een beetje ontgroeid, hè? Bas, waar zijn we? Bij Bernabeu. En zoals we weten is het toch wel volledig vernieuwd. Dat zie je ook aan de buitenkant. Je zei net al, het lijkt wel het Guggenheim. Het ziet er futuristisch uit, hè? Het heeft eigenlijk weinig weg van een voetbalstadion, als je het van buiten ziet. Het is wel thuis van... een van de grootste clubs, misschien wel de grootste club ter wereld. Wat kost een kaartje voor de rondleiding? De reguliere rondleiding €35 per persoon. Ik denk dat ze Mbappé toch op die manier aardig snel terug hebben verdiend, maar goed. Nou, nee.
Je merkt wel dat het een vrij grote club is. Ja. Nou, moet je je voorstellen dat je jeugdspeler bent, talentje. Er valt een brief op de mat, hè, met een uitnodiging met dit logo voorop. En, worden wel wat traantjes weggepikt, denk ik, aan de keukentafel, of niet? Sowieso wel goed. Hè? Stel dat er een wedstrijd is, je zou zo de reserves één voor één kunnen aanwijzen. Goed overzicht. Wat zie je het nachtleven in Madrid, hè? Zijn we nu ingegaan? Ja, mooi hè. Zaterdagavond, het is iets voorbij 9 uur. Maar iedereen gaat nu zoetjes aan, op zoek naar een plek om te eten. Ja. Dus en, ja, wie zijn wij om ons niet aan te sluiten bij het ritueel? Eenmaal in Spanje moet je de Iberico ham hebben geproefd. Dit is van de Bellota en dit is ja, extra vettig. Extra je ziet hem glinzen. Ja, ja, hij is lekker vettig, ik ook. Ziet er niet charmant. Nooit eten op wil. Top aan Spanje, hè. Je hoeft niet per se vroeg op om naar de markt te gaan. Mercado de San Miguel. Aanrader, we gaan eens even kijken. Bas, hebben we deze verdiend of hebben we deze verdiend? Mooie Rioja. Echte content creators gaan we hier struiden hier door Madrid. En wat hebben we er nog bij? Coquetjes, coquetas, champignons. Serva, heerlijk. Ladies and gentlemen, it's match day. Even doornemen, hè? Zeker. De Marca gehaald. Marca. De as. Ja, het is wel een tip, hè, in Spanje. Ik ga even lekker de krantjes halen. Iedere dag pagina's vol over die grote clubs. Verwachte opstelling. Ja, op de rechterflank wel interessant, hè? Guiliano Simeone. Ja. Die als wingback gaat spelen. De zoon van, natuurlijk. Praatjes van de trainers, hè? Diego Martinez, de trainer van Las Palmas, die dan gevraagd wordt van ja. Ben je meer aan de aanhanger van de Guardiola-school of de Simeone-school, hè? Cholismo. Simeone niet boos maken, hè? Nou, Arne Slot weet wat er dan kan gebeuren als je dat wel doet. Ja, ja, precies. Ja. Als je ervoor kiest om naar Atletico Madrid te gaan, wat voor wedstrijden krijg je meestal volgeschoten? Nou ja, je kunt wel heel veel passie verwachten. Het hoort bij Atletico. Probeer ze natuurlijk steeds aanvallender te spelen. Die intentie is er wel om de iets kleinere clubs als Las Palmas met de rug tegen de muur te zetten. Dus we genieten wij lekker van ons. Eerste biertje van de dag, hoe laat is het? Zullen we daar eerlijk over zijn? Ja, het is iets voorbij 12 uur. Alleen alle sporters zitten hier al aan een bier. En het hoort er wel een beetje bij, hè? Wie zijn we heen? Onze... Wie zijn wij om dat daar niet mee te gaan? Precies, precies. Salut. Proost. We staan hier bij het stadion. Ik was eerbetoon aan de clubhelden. Hebben alle spelers die meer dan 100 wedstrijden voor Atletico hebben gespeeld, hebben hier hun eigen tegel. El Nino, doorgekomen vanuit de eigen opleiding. Zware tijd van de club ook meegemaakt, hè, toen het minder ging. Hij was de bron van hoop. Hè, de nieuwe superspits met zijn blonde lokken. Hier Courtois. Nou, je ziet dat de club er wel wat werk aan heeft gehad om de tegels daaromheen enigszins schoon te houden. Door die transfer naar Real Madrid natuurlijk wel gehaat hier eigenlijk. Wordt vaak besmeurd. Hè, er zijn ratten bij gevonden die dan hier worden neergelegd, dode ratten. Ze zien hem als een verrader. Dus dat kun je ook wel afzien aan de omgeving rond de tegel.
Nou mensen, moet je nou eens kijken waar we zitten. Sebastiaan, wat is dit? Ja, we hebben een heerlijke wedstrijd gezien, maar zo te horen is er ook nog tijd voor de afterparty, hè? Ik hoor live muziek. Ik zag al voetbal om, als tip. Het is in de hoek zeg maar, waar de harde kern zit. Ja. De korte zijde. Daar is het meeste te beleven na de wedstrijd. Nou, dat was hem dan, Bas. Onze laatste. Oh, kijk eens aan. Gracias. Gracias, señor. Ik wil graag van je weten, hoe vond je het en wat vond je het allerleukste aan Madrid? Het allerleukste aan Madrid vind ik dat er zoveel leven is. Het publiek wat je zag, hè? Zoals we uitgaanspubliek in Nederland kennen, maar gewoon alle leeftijden. Gezinnen, vriendengroepen, noem maar op, stelletjes. De baggetjes waren vol. Als je dan één ding onthoudt van deze trip, wat vond je dan het allerleukste? Toch de wedstrijd. Kijk, het is een voetbaltrip. We zijn bij Atletico geweest. Alleen Madrid biedt eigenlijk ook zoveel mooie opties. Vallecas, hè? Rayo Vallecano, echt een volksclub. Ze zitten dicht op het veld, een beetje een oude bak, zeg maar. Het stinkt er naar voetbal, hè? Zoals sommigen zouden zeggen. Nou, Getafe kennen we natuurlijk vanwege betonvoetbal, hè? Als je daarvan houdt, is dat wel de plek. Het is ook een toneelstuk bijna daar, dus ja. Je kunt het combineren. Oh, kijk eens. Nou. Gracias. Leganés, ook een charmante club. Een plek eigenlijk die tegen Madrid is aangegroeid. Ook een leuke club. Nou, we zijn bij Bernabeu geweest, ja, de grootsheid van Real Madrid. Ja. Moeten we daar nog iets over zeggen? Atletico vind ik ook mooi. Het is enerzijds groot, maar het is ook rauw, volks. En wij waren in de middag lekker in het zonnetje, maar ik denk ook dat het 's avonds prachtig is met het avondlicht. Het veld mooi verlicht. Ik moet zeggen, we hadden geweldige plekken. Dus bedankt ook, V.E. Travel. Ja, welke pakken we? Pakken we die? V.E. Travel, bedankt voor de perfecte plekken. Maar ik moet zeggen, het stadion is ook dusdanig goed. Zeg maar dat ik denk dat er ook bijna geen slechte plek is. Nee. Maar wij hadden het wel heel leuk. Ja. Laten wij proosten op een paar geweldige dagen van V.E. Travel. Mooi voetbal hebben we gezien, een mooie stad hebben we gezien, een tas vol mooie herinneringen. Op Madrid. Op Madrid. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende.